In het Arnhemse stadhuis werden donderdag 28 januari weer diploma's uitgereikt in het kader van de wet inburgering. Dit keer was een record aantal kandidaten, namelijk 94, geslaagd voor hun inburgeringsexamen. We zijn hier vandaag in het stadhuis van de gemeente Arnhem om te vieren dat 93 mensen een inburgeringsdiploma hebben gehaald. De mensen hebben daarvoor een examen moeten doen in taal, lezen, schrijven, praten, luisteren, maar ook een aantal praktijkopdrachten waarin ze moeten bewijzen dat ze ook de taal in de praktijk kunnen brengen. En ze hebben een theorie-examen moeten doen in kennis van de Nederlandse samenleving. Die ze hebben gevolgd, hebben ook verschillende eindexamenprofielen. Dus mensen die meer Nederlands willen leren voor hun werkzame leven, die kunnen een traject volgen waarop de taal heel erg gericht is op de werksituatie. Er zijn mensen die meer willen participeren en er zijn mensen die meer een opvoedingskant wat willen doen. Dus die krijgen een examenprofiel wat meer gericht is op de opvoeding en de gezondheidszorg. Ze zijn hiermee, als ze inburgingsplichtig zijn, inburgingsplichtig af. Dat wil zeggen dat ze een inburgingsplicht hebben voldaan en nu voor de wet niets meer hoeven. Wij hopen natuurlijk dat ze verder gaan en hun taalniveau blijven verbeteren en verdere stappen blijven nemen in onze Arnhemse samenleving.